heb bij jou het Spookslot geopend. Het Spookslot geopend, ja. Toen was ik parkmanager. Veel plezier. De laatste keer mensen dat de deur sluit. En leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe Citronenvlog met mij, Erwin. En vandaag ben ik natuurlijk in de Efteling. Ja, het kan ook niet anders zijn. En met wie ben ik? Nou, met wie ben ik niet? Vandaag zijn alle Efteling-fans die ik ken, die zijn in de Efteling. Iedereen is er gewoon, ja, behalve Jari. Ja, die is er dan weer net niet. Maar ja, met Jari was ik hier vannacht nog om 5 uur. Dus ook met Jari was ik vandaag in de Efteling. Alleen nu is die bij Snollebollekus. Dus nu gaan we het gewoon met al die andere Efteling-fans doen. We gaan iedereen vragen wat ze ervan vinden dat het Spookslot vandaag verdwijnt. Want daar gaat deze vlog over, mensen. Het wordt echt emotie. Vreselijk. Nou mensen, ik sta hier naast Karen en dat is een journalist helemaal uit België. Ja, klopt. Onze zuiderburen. En wat vinden jullie er nou van dat het Spookslot ingaat? Dat het de laatste dag is vandaag. Dat is doodjammer natuurlijk. Hè. Ik ken het Spookslot, of ik kom er toch al sinds mijn derde. En ik ben nu 33, dus 30 jaar al. Het is toch een stukje van uw leven uiteindelijk. Hè. Het is, nu gaat dat weg. Ja. Ik hoop dat het, hetgeen dat er in de plaats komt, dat dat nog beter hopelijk gaat zijn, of dat het toch wel het op een waardige manier kan vervangen. Dat is mijn grootste hoop eigenlijk. Ja. Dat hopen we allemaal, dat het gewoon net zo mooi wordt als het Spookslot. Ja, absoluut. Ja, nou super, het zal emotioneel worden. Blijven jullie ook tot 10 uur? Absoluut. Ik heb hem gisteren ook nog eens gedaan en ik was toen eigenlijk al... er waren al traantjes. Ja, ik snap het. Nou, wij waren hier vannacht nog. Om 5 uur gingen we weg. Wow. Dus was de nacht openstelling. Ja. Dus ik heb nog nooit zo kort geslapen en weer in Efteling. Maar nou, we gaan ervan genieten deze laatste dag. Zeker. Bedankt in dit geval voor je opmerking. Dank u. Veel plezier vandaag. Ja, jullie ook. Nou mensen, hij is er hoor. Onze enige echte Vlaamse Turk. Ja, ik ben er weer. Ja, en dan in de Efteling. Ja, en wat apart. We zijn altijd samen in Bobbejaanland. Daar hebben we al heel vaak. En nu in de Efteling. Ja, ik kom ben ik nooit. Ooit met jou hier geweest? Nee. Je bent überhaupt nooit hier geweest natuurlijk. Maar ja, ik ga vandaag aan iedereen vragen. Wat vind je er nou van dat het Spookslot vandaag voor de laatste dag open is? Morgen breekt ze het gewoon af. Kutapparaat. Een kutapparaat. Ik snap niet dat mensen daarom gaan janken. Het is gewoon een kutapparaat. Hoe vaak ben je erin geweest überhaupt? 2 keer. 2 keer in je hele leven? Ja, mijn hele leven 2 keer. 2 keer erin geweest en het gaat weg, kan nooit meer. Hè? Ga je er vandaag nog in? Ja, moet wel. Dan een uur wachten. Ja. Ah, daar heb je wel voor over, dat kutapparaat zegt. Ik ben een kutapparaat, jongen. Je bent de eerste die dit zegt. Ja. Maar ja. Ja, leuk. Ik zie iedereen op Instagram. Spookslot gaat weg. Nou, ik zie het niet hoor. Gewoon een zootje met allemaal paar bewegende poppetjes. Nou, maar wel mooi, toch? Ja, maar wel mooi. Nou, ik hoop wel dat je straks gaat janken, want dat is gewoon leuk voor de kijkers. Ja, content natuurlijk. Ja, content moeten we wel maken. Nou, in ieder geval bedankt voor deze reactie, Ilias. Ja, alsjeblieft. Ik zou zeggen, fijne dag vandaag en wij gaan weer door. Maar jij noemt ons mafkezen. Je zou maar helemaal uit België komen voor de Spookslot. Dat kan toch? Dat kan toch? Je komt toch nooit in de Efteling? Kan toch eens een keertje? Jij komt speciaal voor het Spookslot, kom jij hier? Natuurlijk niet. Jij bent een mafkees. Hé, kijk nou. Wie staat daar nou? Hé, hey, Erwin. Hey. Ben jij toch ook weer? Ja, ik ben je bent hier elke dag tegenwoordig. Altijd die bodem. Altijd hier in de Efteling te vinden. Hey Kevin! Hey Erwin, wat leuk dat je er ook bent! Ja, gezellig hè, we hadden ook niet afgesproken. Nee. Hey, maar Kevin, luister, wat vind jij er nou van dat het Spookslot verdwijnt? Oh, wat ik ervan vind? Ja, vind dit wordt een interview. Dat is een interview. Het is de laatste dag vandaag dat je erin kan. Nou, ik wist al lang dat deze vraag zou komen, dus ik heb al veel lang over nagedacht. Nou, Spookslot is een attractie waar nooit iemand in je vindt. Laten we eerlijk zijn, al die jaren nooit iemand vindt een Spookslot. Dan komt het nieuws naar buiten, altijd met de Efteling, dan komt er iets naar buiten van Monsieur Cannibaal gaat weg, de Bob gaat weg. Ook mensen gaan er nooit in de Bob, mensen gaan er nooit in de Monsieur Cannibaal. En ineens gaat de Efteling attractie weg. Drama. Drama. Kan niet. Allemaal janken, kan niet, want het is emotionele waarde, bla bla bla. Al die mensen zijn er nog nooit in, want we zijn er de afgelopen jaren nooit, bijna nooit in geweest. En nou ineens staan er rijen.
van 40 minuten om in het spookslot te gaan. En mensen allemaal, ja, het spookslot gaat weg. Geen slot op het spookslot, heb je die gezien? Komt een foto in beeld? Ja, iemand heeft gewoon iets gemaakt. Maar dat ding op dat bord. Ja. Ja, waarom? Ja. Waarom? Rijen vandaag die er in 44 jaar nooit zijn geweest. Ja, ja. Maar goed, ik vind het persoonlijk niet heel erg dat het weggaat, want dat komt ook omdat ik weet dat het er terugkomt. Ja, oké. Hopelijk wordt het net zo mooi. Het wordt een beetje hetzelfde stijl, een beetje hetzelfde muziek, dus het is niet helemaal dat het spookslot weggaat. Nee. Alleen het nostalgische van 44 jaar geleden, dat gaat wel. Zolang jij herinnert, is het er. Ja, klopt. En ik ook. Maar weet je wat misschien wel leuk is? Als jij nou vanavond voor de allerlaatste keer eruit komt, dan wil ik even jou, dan wil ik even een beeldje van hoe emotioneel ik ben. Emotionele, huilende Kevin. Ja, ik denk dat er heel veel mensen daar vanavond om 9 uur gaat dicht, hoor. Ja. 9 uur, heel veel jankende mensen, heel veel pretparkgekkies. Gaan we even vloggen. Gaan we allemaal vloggen. Dan zien jullie allemaal in deze Citroënen nieuwsflits. Of is het geen nieuwsflits? Het is een hele vlog vandaag. Het is een vlog die heel snel online komt. Ja, heel snel. Doei! Hé, maar Kevin. Ja, Erwin. We hebben hier veel meegemaakt in de Efteling. Heel veel meegemaakt. Weet jij nog van die pop? Verhaal de pop. Wie kent het verhaal van de pop niet? Altijd als we in de Carnaval Festival zitten, Erwin. Altijd de pop. Maar niemand kent het echte verhaal van de pop. Hoe is het nou gegaan met die pop? Ja, want heel veel mensen kennen de pop wel, maar ze kennen het verhaal daarachter niet. Nou, Erwin, vertel even. Jij hebt de mini Efteling. Ja, en daar staat die pop. Die pop. Maar ineens was die... Nu een shot. Nee, er komt geen shot, want die heb je niet waarschijnlijk. Of hebben die wel? Ja, die hebben we volgens mij wel. Die gaan vanuit echt even langs de mini rij om een shot van die pop te maken. Nee, maar goed, ineens Erwin heeft was die pop ook al weg. Ook al weg. Hoe kan dat dan toch ook weer? En wie had dat gedaan? Ja, een heel klein mannetje. Ja, heel Kefgeis, die was er geweest. Dus ja, dan begrijp je wel dat de dingen weggaan. Natuurlijk was er niet eens bij en toch was die pop verdwenen. Die pop was ineens weg. Je zou natuurlijk meteen hem denken ervan. Ja, dat snap ik wel. Kijk, hij was er niet bij. Die was er niet bij. Nee. Ja. Maar wie had het wel gedaan? Had jij het gedaan? Nee, ik had het niet gedaan. Ja, het was een klein mannetje. Een klein mannetje. En die zit ook wel eens in de vlogs. Ja, en waar had hij de pop gestopt? Dat is ondertussen niet klein meer, dat mannetje. Nee, is ondertussen jou volgens mij al ingehaald. Ja. Nee, die was verstopt, Erwin, in het spookslot. Wat een toeval. Ja. In het spookslot. Van de mini Efteling. En die blijft nog wel bestaan voor 1 maand. Ja, nog 1 maand. Maar hoe is nou met die pop dan afgelopen? Waar zou die nu zijn? Nou, legendes zeggen dat hij nog steeds in het spookslot is. Dus in de Efteling of in de mini? Dat weten we niet. Ja, we kunnen ook in de Efteling gaan zoeken naar de pop. Ja, en weet je wat nou echt toeval is? Het is bijna eng, maar waar denk je dat die Turk, of waar denk je dat die Vlaamse Turk, waar die vanmorgen stopte in het carnaval? Nou? Bij de pop, echt serieus, daar stopte die. Kan geen toeval zijn, Erwin. De legendes zeggen dat het gewoon geen toeval is. Nee, precies. Nee, geweldig. Maar Erwin, dan heb ik nog een vraag aan jou. Ja. Hoe kan het tegenwoordig dat jij sneller bent met uploaden dan ik? Ja, dat is wel. Ja. Ook deze video staat sneller online dan de video van mij. Ja, dat klopt. Maar de weekvlog van deze dag, die komt over 1,5 jaar. Dus nou, niet anderhalf alles, jaar, ik denk eerder 2,5 jaar. Want ondertussen zitten we nog steeds bij Pasen 2020. Ja, daarom. Niet alles gaat snel bij ons. Nee. Nee, maar als het moet, dan kan het. Ja, we kunnen wel snel zijn, Erwin. Nou ja, alhoewel, daar heb jij mensen voor. Ja. Je staat achter de camera. En door. Team Citroën bestaat ondertussen ook uit 30 man, Erwin. Hey Ilias. Hey Erwin. Kijk eens daar, je natuurlijk avondtent. Oh ja, natuurlijk de moskee. Ja. Ja, ik ben namelijk Turk. Dus je moet even gaan bidden. Ja, ik ga het doen. Zullen we daar even heen gaan? Ja, dan gaan we daar even naartoe. En dan boem! Ja, boem! Volgens mij is dit vandaag de enige attractie buiten de spookstof waar ik moet gaan. Zo hoor. Ik ga alleen met de spookstof, maar ja, toch weer hier. Toch zijn er toch weer. Ja, het is gewoon niet druk, dus ja. Het is echt helemaal druk in het park. Ja, het is echt druk. Ja. Overal 40 minuten, 30 minuten. Nou, mij niet bellen. Mij niet bellen. Ik ga geen 40 minuten wachten voor het baron, dus ik ben gek. Ja, wel voor het spookstof. Dat is natuurlijk wel. Voor alles voor het spookstof. Ja, leuk. Want dat is geen paalbedrag. Ja, geen paalbedrag. Ik zie je allemaal leuk. Het is helemaal leuk. Spookslot geweldig. Natuurlijk niet. Kunnen we vanavond. Kunnen we vanavond. Nou, daar heb je er zin in, Ilias? Nee. Zo geen zin. Vreselijk vanavond. Kutapparaat. Wat vind je dit? Ik vind een kutapparaat. Ook al ben ik kutapparaat. Nou, je krijgt zoveel haat. Ja, yes. Leuk voor je. Als je mijn mening kut vindt, jammer voor je. Ga lekker huilen. Het boeit me niet.
kut Eftel van. Ik zou maar geen abonnement nemen, want ik heb geen leven meer. Dat is zo die Eftel fappen schijnen zo. Ik kan me helemaal aanvallen. Oh, we gaan hoor. Hey, maar Kevin, het is al 3 uur, hè? En we zijn nog helemaal niet in de Spookstad geweest. Dat is toch erger, want dan ben je al heel de dag in de Efteling en ben je nog niet één keer in de Spookstad geweest vandaag. Oh, daar ben ik wel. Wel? Ja. We zijn net dat je niet bent geweest. Ja, maar vannacht om 3 uur. Was ook vandaag. Vannacht om 3 uur. Ik ben gewoon 2 keer in 1 dag in de Efteling. Nou, dat zal je nou nooit doen, hè? Nee, dat gebeurt ook. Ja, dat gebeurt ook. Maar ja. Ik kom normaal gesproken altijd pas om 5 voor 5 binnen, hè? Ja, normaal kom ik 5 voor 5 binnen en nu ging ik 5 voor 5 weg. Maar wel 5 voor 5 s'morgens. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Alles eigenlijk keer. Was jij gewoon te laat. Ik kwam pas om 3 uur was aan en toen dacht je, Efteling is al dicht. Nee, was die open? Dat is gewoon open. Ja. Een zenuwgeluid hier. Zullen we maar gaan? Ik word er gek van. Over Eftelfakkertjes, hè? Nee, over dat hele kleine jongetje. Oh, dat kleine jongetje. Nou, is ook niet klein meer. Hé, hey, klein jongetje. Kom jij eens hier? Daddy! Kijk eens even. Ik neem hem ook nog over de kop. Nou, die is ook groot. Kijk, ga eens even naast Erwin staan. Nou, hij is niet groter dan Erwin. Waar is de tijd gebleven dat hij gewoon een kop kleiner was dan ik? Ja, dat is niet te doen. Oh, en dan vinden zij nog Erwin. En hij vindt het nog steeds... Oh, even naar die, hè. Dat is van de vertrouwen. Hij vindt het nog steeds leuk om in beeld te komen. Zo zie je ze even niet en dan spontaan heel groot geworden. Jovi ook? Wow. Weet je nog vorig jaar in Toverland? Ja, ja. Echt leuk, die marshmallows. Zo, jij die marshmallows gegroeid. Jovi, hè? Jovi. Mensen, dit is Jovi en ik heb meteen een vraag aan Jovi. Even voor de citronenblok. Oh, ja, wat ben jij er nou van, Jovi, dat de Spookstad vandaag voor het laatst open is? Ga je het missen? Ik ben er zelf nooit als kind heen geweest, dus ik weet het niet. Maar je bent er nooit in geweest? Ik vind het decor heel mooi, maar de hoeft zo verder niet. Ja. Dus het maakt je eigenlijk weinig uit dat je weggaat. Heeft het geen bepaalde herinnering of zo? Nee, eigenlijk niet. Je bent er gewoon nooit in geweest. Er zaten zoveel die er nooit in geweest. Dus, straks, je gaat er neem ik aan nog in vanavond in de laatste rit. Klopt. Daar willen 10.000 mensen proberen. Dan wil ik je nog even zien. Dan wil ik even weten hoe emotioneel je bent. Ja. Nou, kijk of ik kan. Is goed, we gaan het zien. Nou mensen, dit is Storm. Storm is zo'n fan van de Droomplan. Heel goed. Ja. Heel groot fan. En wat vind jij er nou van dat het Spookstad vandaag? Ja, die is jammer. Maar als je kijkt, 3,50 is over Spookstad. En dat is heel serieus van de camera die lacht je deed. De muren komen naar beneden. Ja. Maar je vindt het niet zo'n probleem dus. Denk je dat ze nu weer dan elkaar een goede vervanging worden? Ja, met heel het gebied erbij. Maar als je er vanavond in zit... Luister, dit boeit echt helemaal niemand. Oh, wegwezen, ja. Maar als je er nou van rookeffecten ook... Oh, het wordt al mistig. Maar als je er nou vanavond voor het laatst uitkomt, word je dan emotioneel, denk je? Nou, ik heb niet heel veel herinneringen aan het Spookstad. Maar... Nooit één geweest. Jawel. Maar, hoe weet het? Dat ik super emotioneel ben. Wel jammer natuurlijk, maar ja. Ik heb er geen echte waarde aan. Oké. Terwijl de donder, hoorde je? Je hoort hem echt door de muren heen, de donder. Nou, ik zou zeggen bedankt voor dit interview, voor deze terugblik. En ik wens je een hele fijne dag na de storm. Dankjewel. Oké. Jij gaat iets onthullen. Ja. Nou, je komt uit de kast. En eindelijk, voor de citronenblok, of ga je wat anders vertellen? Nee. Jongens, nou... Dit moet serieus zijn. Zo slecht. Ja, dit moet wel serieus, want dit is echt. Ja, ik heb ook een neus. Maar, zou je mij zeggen? Oh, spijt me. Nou, ga het eens vertellen, Dani. Dit zijn de camera's waar het om draait. Dit zijn de twee, alleen die is vanavond al online. Of nee, toch niet? Vertel. Ja, 3 jaar geleden is gestolen uit de Efteling. Wat er die nacht allemaal gebeurd is, dat gaan we jullie niet uitleggen. Nee, daar kunnen we niks over zeggen. Het was met jurken en van alles. Nee, ik kan er niks over zeggen. Ja, dan gaan mensen helemaal gekke dingen denken. Maar er is een pop gestolen. Wie had dat gedaan, Dani? Ik niet. Oh, echt? Nee. Oh, ik hoorde hele andere dingen. Nee, Erwin.
Dat is voor altijd een geheimje. Voor altijd. We zullen het er nooit achter. Maar legendes zeggen dat hij nog steeds in het spookslot ligt. Oh, daar gaan we snel in het spookslot. Zullen we het even kijken in het spookslot? Ja, en ga je ook jou straks? Bij de laatste. Heel erg. Laatste show. Ja. Je gaat er ook nooit erin geweest. Hij heeft zijn zonnebril op. Hij iedereen denkt, geen wil iedereen is hier nog nooit in. Dat is een vrouw in zonnebril, maar dat wist ik toen niet. Toen ik ook dacht al, maar ja, goed, maakt niet uit. Nou, even Dani, fijn om Dani, je lijkt wel zo'n tennisboy. Je gaat zo meteen tennissen met zo'n hele witte broek. Ja, even gewoon bij Efteling. Ja, witte broek met een zwarte streep erop. Ik weer een vlog van anderhalf uur. Ja, dat gaan we zo raar. We gaan door. Nou mensen, ik sta bij Ryan. Wat vind jij er dan van dat het spookslot is? Laatste dag vandaag. Wat doet het? Het is jammer. Ja, heel jammer. Kijk, hier, dat hoor. Ja. Toch niet meer iets jammer. Maar er komt wel iets moois voor. Ja, dat ja, denk je dat het een goede vervanger wordt? Het spookslot? De dans van camera? Nou, we gaan het hopen. Ja, hopelijk wordt het net zo mooi als dit. Ja. Maar straks sloopkogel erin. Ja, het zal toch wel even emotioneel worden, toch? Ja, vooral voor de mensen die echt ook hebben gewerkt. Ja, heb jij er ook gewerkt? Ik heb wel een dag. Oh, ik ook. Grappig. Ik heb ook gesproken. Ik werk wel goed. Dat is een ander verhaal. In ieder geval, ja, wat wil je nog even als afsluiting zeggen? Iedereen nog veel plezier bij spoken. Lieve das. Mooi af. Ja, lieve das. Lieve das, toch? Lieve das. Hey, dankjewel. Oh, mensen. Nou, we gaan even door. Oh, waar is mijn tas trouwens? Mijn tas is weg. Erwin! Oh, die staat daar. Oh, die staat er natuurlijk bij, dus het komt goed. Die kan je gewoon vertrouwen. Nee, we gaan even door. Ja. Allemaal geïnfocuseerd. Nee, we staan hier bij, ja, wat is je naam? Nico Kwant. Nico Kwant, mensen. Nico Kwant is een Lars. Oh, ben jij nou Lars? Ja. Dat en jij is bent ben Mona Lisa. Mona Lisa, Mona. Maakt niet uit, kan gebeuren. En jij Johan. Bent Johan. Hij is zogenaamd DJ, maar niemand vindt hem echt goed. Nooit van gehoord, die Johan. Ja. Wat vind je er nou van dat de poster verdwijnt? Ja, verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk, vreselijk. Ik ga het zo missen. Je bent als afgeven. Spookslotje. Nog nooit zulk slecht nieuws gehoord, hoor. Nee, hè? Gingen jullie er vaak in? Ja, elke dag. Minstens. Nee, elke dag. Minimaal één keer. Ik geloof zo wel. Wat ja, mij niet? Ja, ik weet het niet. Ik heb er gewerkt. Beste. Nooit. Maar ja, het is wel de beste attractie ever. Maar in de mini-Efteling gaat het ook. Nou, in de mini-Efteling laat het spookslot nog staan. Maar ja, jammer dat hij over een maand dicht gaat. Zijn er nog tickets? Klaar. Dan wordt het ook afgebroken. Nog vrijkaartjes. Iedereen heeft vrijkaartjes. Ik heb een pakket. Het kan nog elke zaterdag in september. Kan het nog, mensen. Kom naar het spookslot van de mini-Efteling. Hebben we moeten wel doen. Ja, geven we zo even. In ieder geval zou ik zeker doen. Maar even over het spookslot. Jullie gaan het ook missen, mensen. Ja. Ja. Ja, gaan jullie vanavond janken als je de laatste... Ja, amazing. Ik ga zo hard janken, even drinken iedereen. Wij komen te filmen. Nou, ja. De hele spookslot is nog nooit zo nat geweest straks. Van tranen. Klaar. Klaar. Nou, in ieder geval leuk jullie even gesproken te hebben. Dan gaan we zo weer verder. Hé, hey, Erwin. Ja. Hey. Mag ik alsjeblieft een foto met jou? Een foto, 5 euro. Ja, daar heb ik nog net. Nah. Bijna 7 euro uitgeven van die pin. Wie gaat het maken? Uitgekocht. Ik maak het wel. Ik wil er ook bij. Oh, je wil er ook bij. Maar iemand moet het maken. Ik heb echt heel veel van die lange rij. Ik ben letterlijk gestoken door een wesp. Deze mensen stonden allemaal... Ja, hij is gestoken door een wesp. Er gebeurt zoveel tegelijk, mensen. Ja, jij wordt gestoken door een wesp van nieuwe mensen die in de rij van het boek stonden. En de halve mini-Efteling loopt hier ook rond. Dag Damiano. Hallo. Hey, hallo. Jij kent er ook in. Denk het wel. Nou, niet te ik was vanaf 3 uur. Ja, oh, jij had 3 uur? Ik was om 3 uur, ja. Nou, geweldig mensen. Met dat bord, want dat staat nu klaar. Oh, we gaan even naar het bord mensen. En dan gaan we even... Ja. En even bank kijken ook nog even misschien erbij. Griezelig. Ja, heel mooi. Jullie zijn er mooi hoor. Dankjewel. Oh, daar kunnen we gewoon... Bij de blikvanger. Ja, dat is niet waar bij de ijsvanger. Ja, oké. Okay, ja, goed bedankt. Ja, niet nou. Erbij geraakt. Ja, Erwin, moet ik hem anders bij me houden? Nou, Dio, echt, ik word gewoon helemaal emotioneel. Dit is de laatste keer dat ik hier ben. Oh nee, dat is zo niet waar. Ik ben hier nog 10 keer vandaag.
Over Dani gesproken. Dani, wat vind jij er nou van? Is de laatste keer dat je bent. Het is de laatste keer waarschijnlijk. Ik ga vandaag nog wel vaak. Kijk, weet je, het is een mooie attractie. Mooi aan. Ik heb er echt een echt gevoel bij. Alleen, ja, weet je, ik ben ook wel hyped voor de nieuwe attractie. Dat is maar. Ja, dat is zeker waar. Nou, dankjewel voor deze reactie daar. En door. Jezus. Schrok je? Ja. Godverdomme. Ja, ik zat met Zuin bezig. Opeens kon je me schrikken. Nou mensen, dit is dus het leuke van het spookslot. Zelfs Ilias, hij schrok zich helemaal op. Ja. Ilias, let goed op, want dit kan vaak. Ja, ik let op deze keer. Dankjewel. Dus nou, ik ben benieuwd. Ik heb een paar geleden. Drie maanden. Hallo jongens, Hey, Erwin. Nou, wat is dat dan? Ik had het net nog over je. Ja. Dan zie je wat terug in chat. Right. Nou, ga ik dat durf ik nu niet meer te herhalen. Wat is dit? Ik weet niet of ik het zo vast heel hard. Weet je nog wel. Drakenjacht, ja, ik weet het al. Ja. Dat is vandaag iets raar. Ik weet het. Ik weet het.
Hey Ilias. Hey. Nou, wat staan we hier te doen? We zijn al ongeveer 3 kwartier, nou 2 uur. Met Eftelpappers, met gekkies, we willen allemaal op de foto en zo. Ik wil weg, ik kon naar huis. Jij wil weg, maar waarom ben je er ook vandaag gekomen? Ja, geen idee. Dacht jij dat je vandaag überhaupt in de vakantie ja, weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn vliegtuig pakken van Turkije. Ja. En ik ga terugvliegen naar Bobbejaan, naar Indiana River. Want dat is wel leuk. Dat is wel mooi. Ik zou zeggen, boom! Boom! Ik heb de tas van Jan. Ik wil eigenlijk even samen met Quincy dansen, maar ja, dan loopt weer mijn tas erdoor. Oh nee. Wat jammer man. Maar het was echt heel leuk. Oh, Ilias, we vinden van de dag in Efteling. Nee. Want, ja, we zijn al volgens mij al 3 uur lang alleen maar dat mensen foto willen en even willen praten en zo. We zijn al 3 uur niet in attracties geweest. Ja, en hier betaal je dan voor, hè? Ja, hier betaal je voor, hè? Je hebt gewoon dat entree betaald vandaag. Ja, dat is echt kut. Ongelooflijk. Ik heb er gewaarschuwd, hè, vorige week nog gezegd van dit is geen dag, want je gaat vandaag geen attracties doen. Dat heb ik al gewaarschuwd. Ja, toen ik er net alleen was, had ik wel attracties kunnen doen. Ja, maar toen was ik helemaal alleen. Maar toen was je met ons en dan is het alleen maar ja, de hele dag al die Eftelpappers allemaal en je komt gewoon nergens aan toe. Dat is zo laat. Maar ja, maakt niet uit, je hebt ervoor betaald, je kunt het niet meer terugkrijgen, dus het is gewoon, het is fantastisch. Ja, nou, in ieder geval, ik kan niet wachten tot het 10 uur is. Nee, hij kan niet wachten en ik zeg mensen, geef me even aandacht, want deze jongen die heeft het zwaar. Dus ja. Zet hem even in beeld, kijk eens wat zielig voor hem. Lekker. Ja mensen, ik zijn met Bas. En Bas, jij bent vast wel heel mooi. Jij was vanavond ook bij de zin. Klopt. Ja, vond je het mooi? Ja, ik vond het heel mooi gedaan. En nu na zo'n zware nacht, weer de hele dag hier. Ja. Je wilt toch een afscheid nemen? Ja, klopt. Het moet toch wel voorbij zijn. Maar echt, hij mist het, denk ik. Nou, dat ik echt een beetje wel, ja. Het is best mooi om te doen. En het is natuurlijk het begin van het park. Ja, het was eigenlijk de eerste grote attractie. Dus je vindt het jammer. Denk je dat je vanavond, als je voor de allerlaatste keer eruit komt, dat je eventueel is? Ik denk dat het wel even een zielig momentje gaat worden. Heel goed. Okay. Ja, heel park. Nou, ik wens je heel veel sterkte, Bas. En hetzelfde. Nou mensen, we zitten hier bij vrouw Bolters Kuchen en ik heb dus een bestelling gedaan. Ik zit hier volgens mij al een kwartier te wachten en ik heb 296. Nou, we zitten bij 1208, dus het gaat nog wel even duren. Volgens mij een uur, maar goed, ik ga even een bestekje zitten. Oh, dit is heel grappig. Even om te noten. Met deze mensen zat ik in de laatste met Chuck. Ja, de laatste was ik in de wacht. Ja, dat kan niet. Je zat bij mij. Oh, ja. Staat er met z'n 7 in één kop. Ja, één van de laatste. Echt serieus? Even later. Nou, goed, laten we dat zeggen. Ik zat bij jou. We zaten met, volgens mij, we zaten met 7 in een keten, in een kookpot. Maar de keer daarvoor zat ik met hun ook in heel veel. Was ze zaten en de laatste. Ik zag dit wat ik net Misschien wordt het als een kamer ook wel heel mooi.
Vergelijk dit met Bobby Jan, is het stuk voor jou. Ja, voor jullie dood. En we gaan even lekker eten. Ik heb natuurlijk een kopje. Oh, Kevin. Hoe kan het nou? Jij hebt je eten al. Ja. En ik nog niet. En ik heb eerder besteld. En hij hier ook. Ilias. Ik heb een mishonger van iedereen. Nee, en ik heb eten nog steeds niet. Ja, patat. Maar hij heeft dus het meeste honger van iedereen. En hij heeft het eerst besteld en hij heeft nog helemaal niets. En patat. En een Mexicaan. Maar weet je wat dat is, Ilias? Dat is discriminatie. Ja, ze hebben haat op Turken. Dat er, de blanken krijgen eerder dan de Turken. Dat zou de kat toch niet? Dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Wat je zegt kan ook niet. Nee. Maar dat knipt hij allemaal uit natuurlijk. Oh ja, knip het maar uit. En jij moet staan te eten. Dat kan toch ook niet? Is er geen bankje meer? Ja. Anders moet je daar even een bankje pakken. Ja, komt goed. Nou, en klaar. Hey Quincy. Hey Erwin. Is lekker. Heerlijk. Lekkere 9 kluifjes. Oh, je geeft bijna licht trouwens. Is dit voor de vlog? Ja, dit is voor de vlog. Oh, dan bedoel ik heel lekker kippenkluiten, dus zei ik. Kun je nog beter teppen hier? En dan komt het applaus, toch? Woehoe! Een keer, applaus, markeer je. Applaus was een kort stukje. Amir, hier ben ik aan. Staande ovatie. Kijk dan. Ja, oh, wat? Wat zegt u daar? Kantje fatskatief? Om lekker kijken, maar fiets kalaponza mogelijk met kind hebben die. Ah, maar hij was het niet, dacht ik. Wel even achteraf. Ja. Nee, dat zin zoekt naar mensen die de schat willen stelen, ja? Dus hij kijkt eerst goed en als hij denkt dit is oké, dan kan je mensen komen. Ja. 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 Komt u op het nieuws van 8 uur vanavond? Ja. Ja. Hallo. Hallo. Dag Sultan. Ja, wij zijn even met de gin een wandeling gaan maken. Betekent dat de schat niet bewaakt wordt, maar we zijn ons territorium aan het uitbreiden. Oh. Hey Sultan, ik was er ook. Dus geen paniek, komt allemaal goed Sultan. Ja, komt allemaal goed. We zijn pas 2 minuten. Ik zorg ervoor. Jasper. Ja. Nou, bij deze ook Jasper, jongens. Hallo allemaal. Ja, dat zou leuk. Ik zou het er maar bij laten. Ik zou gewoon zeggen. Morginda da Quincy. Quincy. Kijk, alle bomen zijn er al gekapt. Het is helemaal kaal nu. Oh, leuk voor die bomen. Nou Jovie, we gaan heel even het spookslot loslaten, want we gaan in. Waar gaan we in? Waarom akken, nekken? Nee. Oh.
Erwin, lees het. Aan de vluchtelingenboot. Ja, de vluchtelingenboot. Ja, leuk. Maar luister. Die gaat zinken. Ja, maar luister, we gaan eindelijk een leuke attractie. Eindelijk gaan we een leuke. Nou, we gaan in Piranha samen met Jopie. Heel gezellig. Eerste keer dat ik met jou naar Piranha ga. Dat is zo waar. Maar ja, het is wel leuk. Even als. Even tussendoor. Maar het is ook geen zin om nat te worden. Zo waar. Maar goed, we gaan het zien. We gaan het zien, mensen. Wil je corona met suikers binnen hebben? Oh, lekker. Oh! Je zin. Jeep. Maar we zitten lekker in Piranha. Ja, heerlijk. Heerlijk. Staan met Jonno is echt genoten, jongen. Nee, echt hè. Echt genoten. Ik heb het zo naar mijn zin. Je hebt echt een mooi moment in je leven. Ik ga het echt koesteren dit hoor. Ja, zeker. Hey, net gingen wij door dat ding heen, hè? Dat kan toch normaal gezien niet? Die zo geen zin in. Ewa! Hey! Kijk daar! Hey Dani! Hey! Nou, het slakje gaat hoe doe je wil. Doe even een duimpje omhoog. Duimpje omhoog, goed zo. Het slakje gaat hoe je wil, die weg zit bij voor. Ja, het slakje is gelukt. Wow! Nee! Nee! Oh nee, niet tegen mij! Zo geen zin om nat te worden. Oh, weer. Ja, god. Weer helemaal nat. Kijk dan die Mahalla boot. Opa! En nu gewoon niet, hè? Ja, oh nee. Nee. Ik heb de dader in beeld. Nou, luister. Dat ding staat aan. Dat ligt in het water, jongens, verdomme. Kijk hoe nat je bent. Ja, kijk hoe nat je bent. Luister, ik heb gekregen wat gewoon. Zo gezin om nat te worden. Nee, maar wel mooi. Hij staat aan! Nooit zo nat geweest. Ik vind het helemaal geweldig. Natte Jari. Gaan we nog een keer? Oh, daar gaan we. Oh nee, niet weer. Oh. Altijd. Oh mensen, ik ben nog nooit zo nat geweest. Het is echt verschrikkelijk. Nooit meer. Jij en ik zijn echt de natste geworden. Hè? Ja, wij zijn echt het natste geworden, Ilias. Ja, ben jij ooit zo nat geweest? Storm. Ja. Ik ben er één geweest. Zag je aan de kant staan? Ja, ook nog. Ja. Ja. Ben je nat? Drie weken. Oh jongens. Luister, als je echt nat moet worden, dan moet je naar de Indianen River fonteintjes komen, want die zijn veel leuker. Ja, en wel mooi. Nou mensen, nog nooit in 44 jaar lang was er zo'n lange rij bij de Spookslot. We gaan even zien. Het begint helemaal hier. Oh, pas op voor het bordcamera. Nou, kijk eens. Hey, Erwin jongen. Hey. Wie ben jij? Ik ben er al zeker bij. Hey Jovi! Ja. Hey Jovi, kijk, grote fan, die kijkt altijd. Ja. En we gaan door mensen, kijk ze. Nou, veel plezier. Het Spookslot zou ik trots op zijn, 44 jaar. 44 jaar, nooit zo lang geweest. Nooit zo lang over lang van, hey hallo. Dat is wel grappig hè, al die mensen in de rij die kennen ons zo. Te kijken naar de citronenvlog natuurlijk. Hier zien we het. Niet zoveel, het is een beetje donker. We hebben helaas geen night shots. Want ja, de cameraman is ook kouder. Maar niet uit. We gaan even door.
ook deze mooie brug waar we 1000 keer onderdoor zijn genomen, die gaat natuurlijk weg. Mensen zullen missen. We gaan verder, want de rij gaat door tot aan het voorplein. En dan gaan we even kijken hoe ver de rij op het voorplein dan doorloopt. Want dat is natuurlijk ook moeilijk te zien. Nou, kijk, hier is in principe natuurlijk de ingang, maar de rij gaat verder. Dus we lopen even door. Ja? Ja? Nee, dit is sowieso de langste rij die er ooit geweest is. Dat is absoluut, sowieso. Nooit zo lang geweest. En hier, kijk, hier draait hij dan. En dan gaat hij terug naar de ingang van het spookslot. Nou, en ja, wij gaan erin staan. Je zal wel zeggen, wat een mafkezen, want het is waarschijnlijk 2 uur wachten. Maar we gaan het doen. Voor het laatste ritje, de laatste show van het spookslot. Ik zie jullie zo weer. Nou mensen, het is 1 grote chaos. Oh, daar hebben we die ook weer. Hey. Hey, niet zo in mijn aangezicht. Nou mensen, 1 grote chaos. We staan hier dus te wachten tot de rij afgesloten wordt. Maar niet alleen wij, nog 10.000 anderen. En ja, we staan allemaal te wachten en dan gaan we er zo in. We hopen in de laatste show te zitten. Wat denk je, gaat het ons lukken? Ja, met je beetje douwen gaat vast wel goed. Ja, maar jij hebt stappen lange rijen. Want jij stond ook al bij mij in de rij. Ja. Voor de afsluiting. 1 grote chaos. Mensen werden overlopen. Moeten we al? Ja, we moeten lopen. We moeten nu lopen. Oh, wat een ellende. Oh, we moeten het wel even doen. Oké, dit is de laatste. Dan gaan we hier wachten. Yeah. Oh mensen, de rij is inmiddels verlengd tot aan de piranha. Tot aan de piranha. Dit is ongelooflijk. Oh, wat een dit is wel eenmaal achter. Dit is echt de rij, hè? Dit is gewoon de rij. Nou, dit wordt 12 uur, mensen. Dit wordt 12 uur. Ja, maar daar red je niet met de bel. Als ze nou dadelijk me niet daar ineens afsluiten, dat iedereen hier voor niks staat, zouden ze dat doen? Oh, waar moeten wij in de rij gaan staan? Oh my god. Dit is dit had ik gewoon echt niet verwacht. Zo lang. Mens. Hallo, we gaan vegen van die laatste punt. De Efteling zei om 9 uur sluiterij, want dan hebben ze nog een uur. Nou, ik denk dat ze om 7 uur al moeten sluiten. Oi, oi, oi. En de rij gaat nog steeds door. We zijn al bijna bij de piranha. 2 uur, hè? Dit is gewoon 2 uur wachten. Maar waar begint de rij exact? Max dan ooit. Hey, Emmien! Hey! Ga je er ook in? Ja, helaas wel. 2 uur wachttijd. Hey. Hey. Hey! Is dit nog steeds... Hoe, dat weet ik nog niet, maar ik sluit hem af. Iedereen die in de rij staat, die kan naar om even kijken. Dus hier sta je niet. Zullen jullie hier staan of daarachter? Lopen. Zou ik heel even straks met jou een foto mogen? Jij mag wel een foto. Even filmen voor de citroen. Even, ja, mag gewoon filmen. Erin heeft altijd kijkers die hij tegenkomt. Dag Erin. Super bedankt, ja. Hè. Niels. Hey, Niels. Hallo. Je bent live in de citronenvlog. Ja, dat is wat. Ja, dat is hallo. Je kabel zit alleen mijn cameraman loopt door. Maar jij wil ook de laatste show? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja, maar ja. Het is gekkenhuis. Ja, het is echt crazy. Ja, iedereen wil de laatste show. Anders. Ja. Wij willen sowieso in de laatste show. Toch? Ja, dat zou leuk zijn. Dat zou wel mooi zijn. Nou, ik dacht, volgens mij moet ik bij jou gewoon lukken, toch? Jij ligt al te nou, dat zeg jij, maar ik weet niet.
Ze staan ondertussen tot aan de Baron. Baron. Ja, vroeger stonden tot Laaf, nu staan het tot aan Baron. Dus ik zou vertellen, dit is de langste rij die ik ooit in de Efteling heb meegemaakt. Van alle attracties die er zijn. Dus niet te geloven. En dat voor een attractie waarvan gezegd werd, hij is niet zo populair. Ik zei net tegen Mari, moet je kijken, na 44 jaar. Wat een succes. Ja, moeten we doen. Ja, 44 jaar. Nou, een spookslot. Eén ding is zeker, een spookslot is, ja, zal nooit vergeten worden. Erwin. Ja, ook. Nee, het zal nooit vergeten worden, het spookslot. Want het is echt razend populair. Wel alleen vandaag, maar top. Nou mensen, het is ongelooflijk. 60 minuten wachten, maar we staan ook bijna aan het einde van de rij. Dus ik denk dat het moet lukken om in de laatste show te zitten. Ja, alsjeblieft. 20 hierachter. Ja. Besef hè, iedereen in deze wachtrij staat te wachten voor een paar dansende piepschuimpoppetjes. Ja, dat is zeker waar. Cameraman, kom even hier, want film even de rij, hoe lang die is achter ons. En dat zijn de laatste mensen. Dat hebben we dan net niet helemaal bereikt. Maar ja, het is echt gewoon... ik krijg gewoon echt piepels in je buik. Het is chaos. Ongelooflijk. Ben je al emotioneel, Erwin? Ik ben emotioneel. Naast mij staat Kev Ruijts. Ik ben er vandaag om jou te ondersteunen, hoor. Ik zal je nog even een hart onder de riem steken. Ik krijg gewoon zo'n helemaal... zwaar moment. Het is een zwaar moment. Het is een zwaar moment. Jij was nog bij de opening en nou ben je bij de sluiting ook nog. Je was in de afgezien. Nou ja, in ieder geval. Nee, leuk, leuk. Ja, leuk. Te lopen. Maar luisteren, ik ga er ook weer in. Quentin, wat vind je ervan? Nou, ik moet je even zeggen dat er net een rookbom achteraan is hier. Er wordt daar traangas, die zou het toch gedaan hebben? Er wordt daar traangas ingezet. Ik kan wat dingen begrepen. Ik heb mijn masker bij, maar ga ik daar even voorbij pakken. Maar we moeten het wel even reëel houden, want er wordt ook beveiligd hier, zie je dat? Dus het is wel echt levensgevaarlijk. We moeten door. Het wordt echt even te gevaarlijk. Oh, pas op! Cobra! Goed, ik vind het wel grappig. We staan hier met allemaal YouTubers. Kunnen we ook wat bij zijn? Ik weet niet of dat ze dat zo Alain, zijn. Nou, echt. Zullen en ja, we gaan natuurlijk allemaal vloggen. Die laatste show. Hopen we natuurlijk. Het zou jammer zijn als we net. Dit zou natuurlijk ook nog kunnen. Dat net na onze deur sluit. En dat dan de rest nog in die laatste show zit. Dat zou ook nog kunnen. Dat, je weet het niet. Het is natuurlijk van hoe ver loopt het nu steeds door. Maar volgens mij gooien ze de deuren in. Erwin. In de jaren 70. Toen deze deuren in. Dus als die gang vol was. En als dan de gang weer een beetje leeg, als dan de show weer gevuld was, dan ging de deur weer open van het slot zelf. Buiten? Die ging dus open. Dit vond altijd wel. Tenminste, dat was een beetje in de beginjaren. Weer wat geleerd. Ja, weer wat geleerd. En de langste rij ooit, want toen was er wel eens een rij buiten, maar nooit veel langer dan een meter. Als je 5 jaar geleden tegen mij had gezegd dat ik een uur zou gaan wachten op de spookstof, had ik je van gek gemaakt. Ja, dat denk ik zeker. Dat denk ik zeker. Echt jarenlang liep het een beetje alleen in de gang. Als je nog weer inderdaad. Ja, dat had je niet geloofd. Maar ik vind het wel mooi hoor. Jij ook? Het spookstof toch nog een beetje eerbetoon krijgt wat het Ik sta er nog steeds van te kijken. Na al die weken. Ik sta er nog steeds van te kijken. Nee, maar dat het zo gigantisch leeft. Dat het zo leeft. Ja. Ja. Een beetje gek woord van spookslot, maar goed, hè? Nee, want ik bedoel, bij de Bob en Shirley Ball was het niet zo druk. Nee, niet zo erg. Ik moet zeggen, de Bob heb ik niet meegemaakt, maar... ja, München kan je bal, maar dat was ook een... Het is vrijwilligerswerk, hè? Ja, dat was meer reteam, dus ja, wat dat betreft... Maar ja, het is inderdaad... dit is natuurlijk de eerste grote komische attractie in de Efteling. Ja. Dus dat iedereen heeft dit gewoon voorzien. Voor de 25 jaar jubileum toen de tijd. Jubileum attractie geweest. Ja. Ja. Dus ik snap het wel. Hey, en dan heb ik nog een vraag. Wat denk jij dat de volgende attractie? Ja, dat vind ik moeilijk. Ja. Er wordt heel veel gezegd over Villa Volta. Dat zie ik persoonlijk niet gebeuren. Maar laten we eerlijk zijn, ik zag ook een hotel bovenop het Warrelplein niet gebeuren. Nee, dus nee, wat dat betreft, gebeuren zit, de dingen. Ik zit er wel eens naast. Maar jij zit er wel eens naast. Want ook veel. Ook ik. Maar diorama vind ik wel dat heel veel mensen altijd zeggen, oh, dan ga ik niet in, vind ik stom. Als je de gaswaardering hebt, diorama. Ja, dat is ook een grote plek waar we iets anders zou kunnen volgen. Maar wat een. Ja, ik weet het niet. Diorama. Nest? Ik weet het niet. Nest. Maar qua grote dingen, vrees ik voor Villa Volta.
Ja, je hoort het wel. Jammer zijn, maar je hoort twee dingen. Je hoort of een flinke opknapbeurt of weg. Ja, ja. Dat hoor je. Maar opknapbeurt. Ja, maar dat moet toch wel. Ja, ja. Aan de andere kant, niks is meer heilig. Nee, daarom. Als het spoosert weggaat, dan kan alles. Dan kunnen ze de vaten ook weghalen als het goed. Ja. Ik ga er toch misschien toch wel bij zingen. Ja, ga je erbij? Heel snel. Ik bedoel, de wachtrij gaat heel snel, dus ik denk wel dat ik erbij ben. Dan moet het vast lukken. Nou, dan sluit ik het voor nu even af. Dankjewel Niels. Graag gedaan. Wij gaan zo weer filmen als ze er bijna zijn. Zo. Hey, hoe laat zijn jullie al? Nou, wij gaan zo naar de jongens. Oh. Hey. Ben je er niet bij? Nee, ik kom er net uit. Ben te laat? Oh, je komt eruit. Ja. Super, vond je het leuk? Was het emotie? Nee, het was heel erg gezellig eigenlijk. Ja. Nee, hoor je niet. Hoe ver is de Rijn nu nog? Hoe ver is het nog? Spannend! Kijk eens, dit zijn Lex Lemmons en Mari van Heumen. En Mari van Heumen. Allebei ook bij ons in de media. Ja! Vind ik de oude directeur. Ja, wat leuk. Ik heb bij jou het Spookslot geopend. Het Spookslot geopend, ja. Toen was ik parkmanager. Ja, dat klopt. Toen heb ik jou, ben jij bij uitgenodigd. Nou, en weet je wat het leuke is? Wij houden het Spookslot nog. Ja. Want hier gaat het weg, maar in de Miniatuur blijft het. Mogen we daar nog een keer zien? Natuurlijk mogen jullie het nog een keer zien. Komen we een keer kijken? Ja, dat stond op Twitter. De foto's van jullie. Maar dat was in 1988, 89. Het Spookslot, 93. Toen je het geopend hebt. Ja, toen is het geopend. Kom maar een keer langs. Zeker. Leuk. Geniet ervan hier weer. Dank u. Ja? Even een foto, ja. Wacht even hoor, ja. Ja, graag gedaan, doei. Doe even een duimpje voor de citronen. Ja, dankjewel. Citronen! Leuk dat ze in plaats van een wachtrij filmen met die jongens stond staan. Ja, dit is wel heel meta dit. Ik heb nog nooit zoveel belangstelling voor een attractie in de Efteling geweest. Echt bizar. Kijk, we zijn ook met Erwin. De citronenvlog. Ja, willen jullie even duimpje doen? Duimpje voor de citronenvlog. Duimpje voor Erwin. Dankjewel. En zijn jullie er nog in geweest vandaag, jongens? En vinden jullie het jammer dat het dicht gaat? Super. Jij bent ook slim. Jij gaat ook steeds verder naar achteren. Ja. Ja, ik ook. Hey. Nou, daar is dus het einde van de rij. De rest van de rij is leeg. Dus het wordt heel spannend. Zitten we erin? Of zitten we er niet in? Wat denken jullie? Ik denk het wel. We hopen het. Yes. Hartstikke donker al die jaren. Laatste dag zetten ze open in. Doorlopen. Ik kan doorlopen. Ja, kom maar. Ik mag aansluiten.
Hij moet echt in de deur. Oh, de deur moet in. Kevin, we zitten dus in de laatste show, toch? Dat kan niet meer missen. Als het goed is wel, want er staan nog wel wat mensen achter ons. Er staan nog mensen achter ons en we moeten doorlopen. Ja, we moeten doorlopen. We hebben niet meer de sfeer die je hier normaal hebt. Nee, alleen maar beveiliging die ons doorduwt. Het is niet meer echt een eng spooksfeer. Het is geen Doorlopen! De rij begint hier. Doorlopen, ja. De route wordt hier getrokken. Het is één grote chaos. Het is één grote chaos. Hoe moet je doorlopen? Daar doorsturen, niet hier. Nee, inderdaad. Eerst hun, dan wij. Gewoon op volgorde door. Ze moeten gewoon op volgorde door. Het is drama dit. Het hele verhaal hoor je gewoon niet meer. Kijk, ik heb wel zoiets, we blijven gewoon achter de mensen. ME, alles wordt ingezet nu ineens. Alles, ME, ME weer, alles. Weer, ja, zo meteen veegt het hier schoon hoor. Als een militaire politie komt, dan ben ik de lul, want ik ben een Turk. Ik ben een fucking terrorist. Weet je wat we er vinden van? Liberdas. Liberdas. Ja, het zal een andere show zijn wat vol staat. Dus, maar als u dan eenmaal binnen bent, dan is het ook de bedoeling dat u daarna ook doodste stilte hebt. Zodat we allemaal van de laatste show die vandaag nog gedraaid gaat worden, kunnen genieten. We zitten gewoon in de laatste show, Kevin. Ja, we hebben de laatste show. Maar ik denk dat ik niet meer durf, hoor. Kevin, wat denk je? Wordt het een muisstille show? Weet het niet, hoor. Laatste show. Echt de laatste keer.
stalking. Gelijk naar buiten lopen.
Laatste mensen. Iedereen wil de laatste zijn, dus laten we dan de laatste duwen. Gewoon zo erg is het. Jezus. We zijn hun als laatste. Samen. Alles voor de citroen. Alle Libedas. Natuurlijk. Maar wat gebeurt daar nou, Erwin? Efteling nieuwslid. Als droom ooit sluit, dan moet je dan. Dichtbij natuurlijk de attractie bij. Maar ja, het is natuurlijk jammer dat het al weg gaat. Wat er gaat komen. Ja. Dus ja, dat is sowieso mooi. Ja, we begrijpen het ook wel. De techniek is heel oud, dus het is echt totaal iets nieuws. Dus ik ben benieuwd wat het wordt. Ja. Ja. De mensen, dat was het dus, de allerlaatste. Er waren dus echt de medewerkers die in de laatste show zaten. En de allerlaatste medewerkers die aankwamen, die zien we nu in beeld. Ja. Alleen ja, onze hele lach was ook. Het is een beetje gek vandaag. Dus je hoeft ze ook niet per se aan te doen als je dat wil. Nee, ik ben het prima. Ja? Mensen weten ons toch wel te vinden. Dus. Hallo, dit is de citronenvlog. Wat vond je van hem? Ja, jullie kennen hem. Ja, zeker. Super. Hoe vonden jullie het om de allerlaatste bezoekers van de spookslot? We zijn daar 44 jaar. Zeker, ja, heel bijzonder. Ja. Dus, het was ook heel mooi. Het was een geruisstille show. Dus het is echt heel bijzonder om het mee te mogen maken. Dus ja, je hebt natuurlijk heel veel ervaringen mee opgedaan de laatste tijd. Dus, echt geweldig. Want jullie hebben zelf ook in de Spookslot gewerkt? Zeker, ja. 4,5 jaar ben ik nou zelf in dienst en alle 4,5 jaar bij Fabio Spookslot werken in principe samen. Dus het is heel bijzonder dat natuurlijk dan je eigen attractie voor de tweede keer eigenlijk vervangen gaat worden. Maar we weten zeker, dat gaat sowieso, Pannendroom is ook gebeurd. Ja. Maar we weten zeker, er komt zo'n mooi nieuw themagebied voor in de plaats. Dus, dus jullie maken geen zorgen, jullie denken de nieuwe attractie wordt, wordt net zo mooi als het Spookslot. Ik hoop het, ik hoop het. Muziek blijft ook al. Ja, dus, het wordt een heel mooi themagebied, dus we
Oké, ik zou zeggen bedankt. Morgen staat deze vlog al online. Dus kijk eens aan, hard doorwerken vanavond. Ja, we zijn snel. Hey. Helemaal goed. Fijne avond nog. Fijne avond. Ja mensen, en dat was weer de allerlaatste show van het Spookslot. En we zaten erin. Het was nog even pittig, want het was een enorme lange rij. Maar we zaten erin. Nou, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan allemaal even een duimpje omhoog. Abonneer meteen op het kanaal. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een volgende Zitronenvlog. Doei!